Het onderzoek laat vooral zien dat als je jongeren zelf de regie in handen geeft en gewoon zegt tegen hun van nou doe het maar zoals je misschien normaal ook zou doen of zoals je van vriendjes hoort dat het lukt. Ja, dan gaat het dus bijzonder makkelijk. En dan, wat ik net zei, met meer dan 850 liter alcoholhoudende dranken kwamen ze de winkels uit. Wat gebeurt er nu met deze resultaten? Ja, ik heb begrepen dat de staatssecretaris met de branche in gesprek gaat hierover. Daar ben ik blij mee. Wat wij vinden is dat er goed onderzoek moet komen naar de verschillende hulpmiddelen die er in supermarkten en in slijterijen en in dat soort winkels zijn. Er wordt geëxperimenteerd met ID-readers, met leeftijdscontrole op afstand. Dus dat iemand met een cameraverbinding meehelpt om leeftijden in te schatten. Zo zijn er allerlei andere hulpmiddelen. En ik zou het heel goed vinden dat we heel goed kijken naar de effectiviteit van die hulpmiddelen, maar ook naar het draagvlak. Dus wat vinden mensen in Nederland er nou van? Waar willen ze wel en niet aan meewerken? Ik denk dat dat heel belangrijk is.